jongens, ik kom in een nieuwe video. Hieltke Floris en vandaag gaan we weer Pokémon Pack Opening doen. Elke zondag om 5 uur is het Pokémon Dag op mijn kanaal. En deze week gaan we weer Pokémon kaarten openmaken. Ik heb er super veel zin in. En de Pokémon kaarten op mijn kanaal zijn gesponsord door TCG Online. Je ziet daar heel klein ergens onderin. Zie je hun website. Het komt nu ook in beeld, hun website. En op hun website kan je echt van alles kopen. Heel veel verschillende Pokémon pakketjes. Je kan zelfs de nieuwe Chilling Rain set die dus eruit gaat komen, die kan je al reserveren ook op hun website. Dus linkje in de beschrijving naar hun website. Ja, check het even uit, zou ik zeggen. En misschien wil je wel wat halen daar. Het kan allemaal. In ieder geval, wij zijn dus gesponsord door TCG Online. Trouwens, volg ook even hun Instagram. Ze hebben bijna de 1200 volgers. En het zou vet zijn als we die 1200 volgers kunnen halen aan het eind van deze video. Linkje in de beschrijving. Maar wij gaan dus deze Single Strike Urshifu V-Box gaan wij openmaken. Ik heb er super veel zin in. En dit is natuurlijk de nieuwste set op dit moment, Battle Strikes. Ik heb hem even al opengemaakt aan deze kant. Ik zal hem alvast even eruit halen. Trouwens, voordat we gaan beginnen, moet ik natuurlijk nog de giveaway winnaar bekendmaken. En dat heb ik al gedaan. En dat komt nu. We zijn gekomen bij de uitreiking van de giveaway, de tweede 10 euro, die je dus kan uitgeven op www.tcgonline.nl aan elk product dat jij maar wil. Ik ben bij de vorige video, jullie moesten dus TCG Online volgen op Instagram en mij volgen op Instagram en dan je Instagram achterlaten in de comments. Dus ik ga eventjes alle comments bekijken, let's go, doen we de ogen dicht en tik ik nu op deze. En dat is Vigo van Huizen en wij gaan even checken of Vigo van Huizen TCG Online en mij volgt op Instagram. En als dat zo is, heeft hij de 10 euro gewonnen. We zijn op het account van TCG Online. Kom jongens, die 1200 volgers moeten we gaan aantikken na deze video. Maar we gaan even checken. Vigo van Huizen. Oké. Hij volgt TCG Online. Maar volgt hij mij ook? Vigo van... Ja. Gefeliciteerd, ik ga hem volgen, ik ga hem Instagrammen en hem de code geven van de 10 euro giveaway. Dit was de giveaway, ga snel weer terug naar de video. Gefeliciteerd winnaar van de giveaway, wij gaan dus verder met de Pokémon Pack opening. Ik heb er super veel zin in. En ja, dit wordt gewoon super leuk. Je krijgt bij deze box, trouwens als je deze box wil kopen, ja je raadt het al. Je kan het halen op www.tcgonline.nl, link in de beschrijving. We hebben hier, weet je, we halen hem even uit dat plastic. Hoppatee, zo, dat ging makkelijker dan ik dacht. We hebben hier ook Champions Path Sleeves ready. Voor als wij gewoon hele zieke kaarten gaan poelen vandaag. Let's go. Maar laten we eerst even deze Single Strike Urshifu V eventjes in een sleeve gooien. Oké, nice. Leggen we die eventjes hier neer. Pakken we de ander. Let's go. Die doen we ook in een sleeve. En dit is een Single Strike Energy kaart. Oké, een Single Strike Energy kaart. Nice, die mogen van mij wel op de achtergrond. Die krijg je er dus sowieso bij. Wat je dan nog meer krijgt is deze mega grote Single Strike Urshifu V kaart. En er komt binnenkort een map om al die grote kaarten te bewaren. Dus dat is super nice. Dus die leggen we even op de achtergrond daar. En dan krijg je nog, om het af te sluiten, krijg je nog, en dan gooi ik de rest even op de grond, 4 Battle Styles. Oh nee, niet 4 Battle Styles. Oké. Ik dacht 4 Battle Styles, maar het zijn 2 Battle Styles. En het zijn 1 Sun and Moon Crimson Invasion en een Sword and Shield Darkness Blaze. Oké. Darkness Blaze zit natuurlijk de Charizard in. We gaan deze 4 pakketjes openmaken. Laten we eindigen met de nieuwe set en beginnen met de wat oudere sets. Dus laten we die nieuwe sets eventjes hier zo mooi leren. En dan beginnen we met de alleroudste set en dat is de Sun and Moon Crimson Invasion. Ik zit trouwens te kijken, want ik heb natuurlijk heel veel verschillende sets. Wacht, moet ik dit wel goed doen? Heel veel verschillende sets. En ik wil even een nieuwe binder kopen. Een Ultra Pro binders gebruik ik wel. Dat zijn gewoon de mooiste binders. Ik wil een nieuwe binder kopen. En ik weet nog niet precies hoe ik al mijn kaarten wil opstellen in die binder. Dus hebben jullie tips? Misschien per generatie, misschien per type. Dus dat ik eerst een paar bladzijden alle zieke kaarten van vuur Pokémon's heb. En dan alle zieke kaarten van water Pokémon's heb. Of zal ik doen dat ik bijvoorbeeld qua special, dus dat ik alle full arts bij elkaar gooi. En dan alle rainbows bij elkaar gooi. Ik weet het nog niet. Maar ik wil in ieder geval een nieuwe Ultra Pro binder kopen. En dus daarin
een bepaalde manier mijn kaarten neerzet. Want ik heb nu heel veel kaarten gewoon los in een box. En dat vind ik dan een beetje saai. Ik wil ze liever in een map. Dus hebben jullie tips hoe ik mijn kaarten goed kan organiseren? Laat het achter. Ik wil het in ieder geval niet per set doen. Want daarvoor heb ik gewoon nog niet alle sets. Ja, niet eens in de buurt van compleet. Dus laat even achter jongens in de comments. Dankjewel. Wij gaan beginnen met Sudamoon Crimson Invasion. En we hebben hier een Hakamau. Oké. Dan hebben we hier een Diggersby. We hebben hier een Karrablast. Hij kijkt niet zo blij. Hij is niet zo blij vandaag. Een Spoink. Ik ben trouwens ook weer begonnen met de Pokémon anime kijken. Ik ben nu bij seizoen 4. Dus dat is best wel leuk. Ik geniet er heel erg van op dit moment. Een Celandit. Seizoen Johto League is trouwens echt super leuk. Dat is generatie 2. Een Mankey. En als ik die ook klaar heb, dan ga ik weer een nieuwe video maken met beste Pokémons. Of mijn lievelingspokémons van generatie 2. Dus die gaat er ook binnenkort aankomen. Cubone. Een Mawile. Oké. Kunnen we een Glimmer krijgen? Let's go! Nee, we kunnen helaas geen Glimmer krijgen. Wel een Legendary Pokémon. Een Regirock. Oké. Maar jij gaat niet in de Smeef, dat verdien je niet. We gaan nu door naar de Darkness Ablaze. Daar heb ik ook best wel wat pakketjes van. Ik vind het zo lastig, want ik heb natuurlijk van Darkness Ablaze bijvoorbeeld heb ik waarschijnlijk wel alle comments al. Maar ja, nog lang niet alle full arts. Nog lang niet alle echt zeldzame. Dus dan vind ik het lastig. Dan kan ik wel ze allemaal achter elkaar in een map doen. Maar dan heb ik in principe ja alleen de normale kaarten achter elkaar. En ik wil ze dan toch op een andere manier laten zien. Ik weet het niet. Ik ben er echt de laatste tijd zo erg over na te denken. Hoe ik dus het beste die kaarten kan opsparen. Zeg maar. Of kan laten zien of kan hebben, bewaren in een map. We hebben hier een 4 Brava. De evolutie van Trapinch. Kom op jongens. Kunnen we die Charizard krijgen? Er zit een Charizard hierin, hè. Simisear. Een Simisear. Die een lekker appeltje aan het eten is. Of een berry. Ik weet niet wat die aan het eten is. Een Lunatone. Een Sentret. Een Larvesta. Lekker aan het genieten van het uitzicht. Een Morlul, let's go. Een Toxel. Een hele chille van de generatie 8 volgens mij natuurlijk. Een hele chille elektrische Pokémon. Een Skitty. Een Larvesta. Maar dan een Reverse Rare. En kom op jongens, kunnen we iets krijgen? Let's go. Wow! Dit is zo grappig. En ik ga vertellen waarom dit grappig is. Een Turbo Patch. Holy damn. Waarom is dit grappig, denk je? Ik ben letterlijk, heb ik vanochtend een video gekeken van een YouTuber die deze krijgt. Letterlijk. Nog geen uur geleden heb ik een filmpje gekeken dat een YouTuber de Turbo Patch kreeg. En ik krijg hem nu ook. Dit is zo bijzonder, dat is echt niet normaal. Letterlijk een uur geleden. Ik kijk één Pokémon pack opening filmpje van een andere YouTuber. En die krijgt de Turbo Patch. En ik krijg de Turbo Patch. Laten we even goed bekijken naar de Turbo Patch. Het is een gouden kaart natuurlijk. Heel ziek. Flip a coin if heads. Ja, ik speel dat spel niet. Maar het is wel heel mooi. Ik vind het wel een hele... Oh nee, ik word gebeld. Oh, echt nee. Ik vind het ook gewoon... Want meestal vind ik trainers hier zo vet, weet je wel. Maar dit vind ik een hele zieke. Omdat al die energies er zo mooi op staan. Let's go. Let's go. En we hebben nog twee pakketjes te gaan. De nieuwe pakketjes. De Battle Styles pakketjes. Ik ben heel benieuwd wat in die Battle Styles pakketjes kan zitten. Ja, ik weet dat er een kans is op een gouden Houndoom. En als we die krijgen, of een Houndoor volgens mij heet Houndoor. Als we die krijgen, oei, dat zou wel heel ziek zijn. Maar ja, laten we er maar niet te veel op hopen. Ik ben al super blij met een Energy Recycle. Deze lijkt wel een beetje op elkaar. Er zijn ook veel energies bij elkaar. Dan is natuurlijk die gouden kaart wel een stukje mooier. Maar dit is dus die nieuwe set, hè jongens. En je ziet dan ook dat je dan Single Strike daarboven ziet. Volgens mij zie je dat bij... Als je een zeldzame kaart krijgt, dan krijg je die single strike daar. Een Girder. Een Lickitung. Een Electro. Oef, oké. Ik had ook gehoord, zeg maar. En ik heb hier al wat kaarten van gezien. Dat het best wel een mooie set is. Een best wel vette set is. Even weer focussen. Electabuzz. Een Esper. Een Timber. Die lekker even aan de weg zit te timberen. Nou, niet aan de weg. Hij is een huis aan het bouwen. Let's go, Timber. Een Galarian Slowpoke. Ja, die doet altijd weinig. Oef, dit vind ik een mooi kaartje. Een Kector, die zie je heel weinig. Maar dat is wel een vette kaart, omdat dit natuurlijk de Pokémon was. Of nou ja, eigenlijk die Keknia. Volgens mij later misschien wel de Kecturn. Maar die Keknia van James in de anime-serie. En toen ik klein was, toen had hij die Pokémon. Dus ik ben opgegroeid met generatie 3. Dat was mijn eerste generatie toen ik klein kind was, zeg maar. Dus daarom vind ik dit echt een vette Pokémon. Maar kunnen we iets zeldzaams krijgen? Let's go!
Nee, een Licky Lily. Dit is wel een grappige kaart. Eventjes inzoomen, jongens. Een Licky Lily van Licky Tang. Nee, het is ook een hele grote kaart. Of een hele grote tong. Heel dik is die. Een Licky Lily. Wel een leuke kaart. Wel een leuke kaart. Let's go. En dan gaan we door naar het allerlaatste pakketje. Battlestars, blijf sowieso kijken. Want er komt dus nog een pakketje aan. En misschien zit hier wel die gouden Houndoom. Of Houndour. Ik hou altijd die twee door elkaar in. Dat zien we van een hele zieke kaart. Let's go. Daar gaan we dan. Laatste pakketje. Kunnen we iets zeldzaams krijgen uit de Battlestars pakketje? We beginnen met een Lightning. En dan hebben we Cheryl. Die ken ik niet. Hebben we, hey, twee trainers achter elkaar. Fubé ken ik ook niet. Daarom wil ik ook de animes gaan kijken. Dat ik dit soort characters wel gewoon ken. Een Heatmore. Wat ben jij aan het doen, Heatmore? Wat ben jij aan het doen daar in de woestijn? Een Celandit. Ik ben altijd wat minder fan van die klei-Pokémon. Van dit soort animations. Laat even achter. Vinden jullie dat juist heel vet? Of vinden jullie dat nou ook een beetje minder? Laat even achter. Een Bronzor. Een Okay, let's go! De Cacnea, daar hadden we het dus net over. Let's go, Cacnea. Een Spoink. Hey, weer een Spoink. We hebben ook in die andere set een Spoink gekregen. Mooie Spoink, mooie Spoink. Een Rody Cody. Een Gerd Derby Verswerk. Kom op, boys. Kom op. Let's go! Wat de hel? Woehoe! Het is wel een trainer, maar twee gouden kaarten. Twee gouden kaarten. Wat de hel. Het zijn wel twee trainers, maar het zijn twee mooie gouden trainers. Ik ben wel meer fan van de Turbo Patch, maar laat achter ook jullie mooier vinden. Single Strike Energy. We hebben gewoon twee gouden kaartjes gekregen. Let's go. Let's go. Single Strike Energy. Oh, was dit die Houndoom die ik bedoel? We hebben namelijk wel nog een kans. Want ik kijk nu naar rechts en ik zie daar een bepaalde andere box die wij over 2 weken gaan openmaken. En daar zitten ook weer single strike pakketjes in. Of battle strike pakketjes in. Misschien zit die daarin. Die gouden Houndoom die ik zo graag wil. Maar in ieder geval, een gouden single strike. Dit had niet beter gekund. 4 pakketjes en 2 gouden kaarten. Ik bedoel, dat is wel bijna niet normaal. Dat is eigenlijk bijna niet normaal. Dus ja, wil je dit pakketje nou ook kopen? Of deze box nou ook kopen? Linkje in de beschrijving dus naar www.tcgonline. Volg hun op Instagram. En over niet volgende week woensdag. Niet volgende week zondag. Maar de zondag daarna ben ik dus terug. Met een nieuwe Pokémon Pack opening. Gesponsord door TCG Online. Misschien kunnen we dan weer een gouden kaart krijgen. In ieder geval, dit is mega leuk. Let's go. Super bedankt voor het sponsoren TCG Online. Ik hoop jullie genoten hebben, jongens, hiervan. En hebben jullie dus nog tips voor mij. Hoe ik mijn kaarten. Ja, beter kan organiseren. Want ik wil het gewoon even mooier doen. Ik wil gewoon lekker door mijn map kunnen scrollen en kunnen genieten van de kaartjes. En ik wil sowieso dus nog een nieuwe Ultra Pro Binder kopen. Want ik heb er al eentje, maar daar staat mijn Rebel Clash verzameling in. En dat is de kaartenverzameling waarvan ik het meeste van 1 set heb. Dus die wil ik nog wel houden. Als bij elkaar, zeg maar, houden. Maar ik ben dus nog op zoek naar een manier om mijn andere kaarten mooi te laten zien. Hebben jullie tips? Laat alsjeblieft achter in de comments. Ik hoop dat je een leuke video bent afkijken. Zie je in de volgende video. En tot dan, mensen.